In deze video ga ik je laten zien hoe we de complete iPhone XR uit elkaar moeten halen. We beginnen straks bij het scherm en daarna gaan we onderdeeltje voor onderdeeltje uit de iPhone XR halen. Zodat je een compleet beeld hebt van hoe je nou een complete iPhone XR uit elkaar kunt halen. Nou, hoe je dat moet doen ga ik je in deze video laten zien. We beginnen met het uitzetten van de iPhone XR. Daarna verwijder ik de twee pentaloorbeschroeven aan de onderkant. Als ik dit heb gedaan kan ik het scherm een klein beetje gaan verwarmen, maar maak het niet te warm, anders kun je het LCD beschadigen. Daarna ga ik met behulp van een zuignaap en een plectrum het scherm omhoog wippen, zodat ik een opening kan maken tussen het frame, oftewel de achterkant, en het scherm. Tussen het scherm en het frame zit een framesticker. Deze zorgt ervoor dat er geen water en vuil in de iPhone kan komen. Het scherm zit aan de rechterzijde van het moederbord vast. Dat zul je kunnen zien. Nou, je ziet dat daar alle kabels vastzitten op het moederbord. Als eerst gaan we de batterij ontkoppelen. Daarvoor verwijderen we eerst het houdertje aan de onderkant en daarna de connector van de batterij. Daarna verwijderen we het houdertje van de schermkabels en daarna verwijderen we de connectoren van het scherm. Nou, aan de bovenkant zit de connector vast van de Oorspeaker en sensorkabel. Hiermee moet je voorzichtig zijn. Als deze kapot gaat, dan werkt je Face ID niet meer. Die zit met kruiskopschroeven en triwingschroeven vast. Nou, triwingschroeven worden ook wel tri-point schroeven genoemd. Nou, als we die hebben verwijderd, gaan we alle resten van de oude framesticker weghalen. Aan het eind gaan we weer een nieuwe framesticker plaatsen. En dan moeten alle oude resten weg zijn. Nou, nu verwijder ik de SIM-kaarthouder en de SIM-kaartlezer. Het zit vast met een aantal schroeven. Nou, dit is een wat dikkere schroef, die verwijder ik met een platkopschroevendraaier en de andere twee met de kruiskopschroevendraaier. Het houdertje leg ik op de schroefmat en de SIM-kaartlezer kan ik verwijderen. Het pinnetje druk ik weer terug in de behuizing. En aan de onderzijde zien we nog een signaalkabel. Die zit vast met een aantal kruiskopschroeven, die ga ik nu ook verwijderen. Let op, hij zit nog met een connectortje vast. En daarna kan die weg. Nou, aan de onderzijde zitten nog wat grotere schroeven, die verwijder ik met een platkopschroevendraaier. Nou, met een platkopschroevendraaier heb je niet heel veel grip op die schroeven, wees hiermee voorzichtig. Nou, hier in het midden zitten nog twee kruiskopschroeven verstopt. Die moeten we verwijderen. En aan de linkerzijde bij de trilmotor zien we ook nog twee kruiskopschroeven die we moeten verwijderen. Het houdertje voor de microfoon. En daarna kunnen we de batterijsticker onder de batterij wegtrekken. Een tip is om de batterijstickers zo horizontaal mogelijk onder de batterij weg te trekken. Nou, gelukkig zijn het korte batterijstickers. Dat heeft te maken met de draadloos opladen antenne. Bij de oudere iPhone modellen zie je vaak dat de batterijsticker langer is. Nou, hier zitten dus ook aan de bovenzijde stickers. De batterij zit sinds de iPhone 5S met nieuwe batterijstickers vast. En die zitten in mijn optiek iets te overdreven vastgeplakt aan het frame. Ik kreeg ze er vaak redelijk moeilijk uit. Nou, ik rol hem goed op en dan probeer ik hem zo horizontaal mogelijk dus eruit te trekken. Nou, nu alle stickers onder de batterij verwijderd zijn, kunnen we de batterij eruit halen. Je ziet er nou een grote opening in de iPhone XR. En nu gaan we door met de achtercamera. Nou, linksboven zit een schroefje, rechtsonder zit een dikkere schroef. Het kapje kan eraf. En daarna kunnen we de achtercamera van het moederbord verwijderen. Nou, aan de linkerzijde zitten de connectoren van onder andere de voorcamera, de infraroodcamera, de dotprojector. En aan de rechterzijde zie je de connector van de aan/uitknop zitten. Er zitten nog wat dikke schroeven in het moederbord. Die moeten we allemaal verwijderen omdat we het gehele moederbord eruit gaan halen. Hier zitten nog de connectoren van de dockconnector en van de draadloos opladen antenne. En er zit nog een schroef onderin het moederbord. En daarna kunnen we het moederbord eruit halen. Nou, de kabels van de voorcamerakabel maak ik een klein beetje warm. Deze mag namelijk niet kapot gaan, dan werkt je Face ID niet meer. En de kabel die we nog links bovenin zien zitten en in het midden, dat is de wifi en bluetooth antenne. Het zit vast met een aantal schroeven. En als we die hebben verwijderd, kunnen we ook deze antenne eruit halen. Ik maak hem voor de zekerheid nog een klein beetje warm, zodat ik de antenne wat voorzichtiger kan verwijderen. Let goed op als je de kabeltjes warm maakt. Ze kunnen natuurlijk beschadigen als je ze te warm maakt. Vaak licht verwarmen is al voldoende. Nou, rechtsbovenin de iPhone XR zit nog een antenne die het signaal versterkt. En nu gaan we de aan- en uitknop verwijderen. Nou, hier zit een soort houdertje op. Die zorgt ervoor dat de microfoon en de flitser op zijn plek blijven. Die verwijder ik. En daarna verwijder ik de twee schroeven aan de rechterzijde die verantwoordelijk zijn voor de aan- en uitknop. Nou, de aan- en uitknop is dus niet alleen de aan- en uitknop. Het zit ook verbonden met de volumeknoppen. Dus met de microfoon voor als je een video aan het opnemen bent en met de flitser. Softwarematig zit de microfoon en de flitser dus ook weer met de achtercamera verbonden. Nou, ik verwijder alle schroeven aan de linkerzijde voor de volumeknoppen. Eén schroef zit een klein beetje verstopt, zoals je kunt zien. En die kan ik nu ook verwijderen. Nou, bij dit soort reparaties raad ik zeker aan om een magnetische schroef maar te gebruiken. Ik zou het eigenlijk zelfs ten strengste adviseren. Het is namelijk belangrijk dat elk schroefje weer op de goede plek terugkomt, anders kun je schades maken. Aan de onderzijde van de iPhone XR zien we de dockconnector zitten. Er zitten ook twee microfoontjes aan voor het bellen. Nou, ook de dockconnector maak ik een klein beetje warm. De microfoontjes verwijder ik een klein beetje van de onderkant, zodat ik ze straks voorzichtig kan weghalen en dat de kabel niet gaat scheuren. Daar komt de dockconnector. Die kan ik dus nu ook gaan verwijderen. Nou, de onderste antenne zit daar nog weer onder. Die kan ik nu ook weghalen. En dan zijn we al een heel eind. En dan zijn alle onderdelen bijna verwijderd. Nou, we gaan nu alles weer terugplaatsen. Dus de onderste antenne komt weer terug op zijn plek. De dockconnector komt daar dus weer boven. Let ook goed op dat je de kabels dan weer goed omdoet, zodat je eerst de dockconnector eronder doet en daarna de onderste antenne. Dus let ook goed op dat je ze goed om terugplaatst. Nou, nu plaats ik de aan- en uitknop weer terug. De plus- en minknoppen en de volumeschakelaar. Dus het is belangrijk dat je die volumeschakelaar aan de binnenkant moet doen. Dus eerst de min- en plusknop en daarna de volumeschakelaar. Ik plaats gelijk de schroefjes weer terug. Dan heb je wat meer stabiliteit. Anders gaat deze kabel continu voor zijn plek. Nou, het kapje bij de microfoon en bij de flitser of bij de zaklamp plaats ik weer terug. En de twee schroefjes aan de rechterzijde voor de aan- en uitknop zelf. Nou, het stickertje plaats ik weer terug. De wifi en bluetooth antenne plaats ik weer terug. Aan de linkerbovenzijde zat hij iets gevouwen. Dus ik plaats hem weer terug zoals het ook zat. Het is altijd belangrijk om het weer in de originele staat terug te zetten. Nou, de twee schroefjes aan de bovenkant, niet vergeten, je ziet ze bijna niet. Hier zat nog een houdertje. Het is meer een clipje met een triwing, oftewel tri-point schroef. Nou, het kleine antennetje aan de rechterkant bij de achtercamera plaats ik weer terug. De trilmotor kan weer op zijn plek. De connector klik ik weer vast. De twee schroefjes aan de linkerzijde plaats ik weer terug. Nou, de luidspreker kan weer op zijn plek. Vergeet de twee schroefjes niet, die redelijk verstopt zitten. Nou, het houdertje van de microfoon kan weer op zijn plek. Nou, aan de onderzijde zat er redelijk wat van deze grote schroeven. Die plaats ik dus nu met een platte schroevendraaier terug. Dat zou ik eventueel met een stand-up schroevendraaier kunnen. Dan heb je iets meer grip. Nou, de signaalkabel plaats ik terug. Eerst de connector en daarna de rest van het onderdeel. Nou, die zit dus vast met allemaal kleine kruiskopschroefjes en die zijn eenvoudig terug te plaatsen. Het is wel belangrijk dat je eerst de grote schroeven terugplaatst, anders kun je nu de kleine schroefjes niet vastzetten. Dus de volgorde is ook altijd essentieel. Ik plaats nu het moederbord weer terug. Nou, dan kan ik de connector van de dockconnector terugplaatsen en de connector van de draadloos opladen antenne. De connector van de aan/uitknopkabel, die dus ook verantwoordelijk is voor de volumeknoppen en nog voor nog meer. Nou, de voorcamerakabel plaats ik weer terug. En die heeft heel wat connectoren. Ik noem het de voorcamerakabel, maar die is dus ook verantwoordelijk voor de infraroodcamera en voor de dotprojector. Nou, hier zitten ook redelijk wat grote schroeven die ik met de platte schroevendraaier moet terugplaatsen. Dan kan de achtercamera weer op zijn plek. Het houdertje van de achtercamera plaats ik weer terug en de twee schroefjes die daarbij horen. De SIM-kaartlezer plaats ik terug. Die staat ook vast met een aantal schroeven. Met een kruiskopschroef en aan de linkerzijde komt straks weer de dikkere schroef. Die doe ik weer met de platkopschroef draaien. Vergeet het clipje niet rechtsonderin. Hier in het midden bij de schermconnectoren zit nog een dikke schroef en hier zit nog een kleine kruiskopschroef. Nou, we plaatsen de batterij weer terug. Dat doen we weer met een nieuwe batterijsticker. Let goed op dat je hem goed om terugplaatst. Aan de bovenkant zitten er wat langere flapjes. En aan de onderzijde de wat kleinere. Ik heb ze nu niet zo netjes zoals Apple dat heeft gedaan, maar hij blijft goed vastplakken. De batterij ligt redelijk naar de onderkant. Ik zorg er altijd voor dat hij niet tegen de trilmotor aan zit, want aan de onderkant van de batterij zit ook een klein primplaatje. Nu plaats ik de framesticker weer terug. Het is belangrijk dat je die goed aandrukt. Als je dat niet doet, laat de framesticker los als je de laatste restanten ervan af wil halen. Nou, plaats de Oorspeaker en sensorkabel terug. Die zat dus vast met kruiskop, schroefjes en triwing, oftewel tri-point. Daarna kunnen de connectoren van het scherm weer vastgedrukt worden. Zorg ervoor dat je die goed aandrukt. Dat geldt eigenlijk voor elke connector. Nou, de twee triwing schroefjes kunnen weer teruggeplaatst worden. De batterij druk ik weer vast, want alle connectoren zitten vast. Je begint altijd met de batterij en je eindigt altijd met de batterij, zodat de stroom helemaal van het moederbord af is. Nou, hier plaats ik ook de laatste drie tri-wingschroefjes terug. Dan kan ik de laatste restanten van de framesticker verwijderen. Eerst de bovenkant van het scherm erin, dan de onderkant. De pentaloorbeschroeven kunnen weer teruggeplaatst worden. En heel belangrijk, alles moet weer getest worden, want we hebben bijna alle onderdelen eruit gehaald. Nou, we hebben beeld, dat is altijd positief. Nou, ik kan nou even zien als Face ID functioneert. Dat functioneert. Nou, de camera's doen het. De touch werkt goed. De proximity doet het. De ambient light sensor, volumeknoppen. Het lijkt allemaal te werken. We hebben de complete iPhone XR weer helemaal in elkaar zitten. Het is dus belangrijk om altijd na een reparatie alles te testen. Werken de camera's, scherm, opladen, geluid, knopjes enzovoort. Nou, alle onderdelen en het gereedschap wat ik gebruikt heb voor deze reparatie vind je terug in de omschrijving. Nou, ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad en dat je er wat van hebt geleerd. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken en ik zie je graag terug in een andere video. Tot ziens!